Hallo subs, vrienden en natuurlijk het belangrijkste, de haters van het kanaal Visseneten. Want natuurlijk zonder haters kun je geen YouTube doen. Ik las op zijn Twitter van mensen konden een gastrol insturen. Ik zal me eerst even kort voorstellen voordat ik natuurlijk met mijn commentaar ga beginnen. Mijn naam is Menno. Ik heb een eigen YouTube kanaal waar ik vooral Call of Duty upload. Black Ops 3, Black Ops 2 en heel vaak 1 tegen 1 van andere Call of Duties. En soms een Minecraft video als we daar zin in hebben. Want ik doe het vooral met vrienden, niet met andere YouTubers. Zo gewoon echte vrienden in het leven. En dat vind ik heel leuk, dus dat blijf ik ook gewoon doen. En op de achtergrond zie je een gameplay waar ik 60-7 ga op Black Ops 3 in de beta van PC. Want mijn commentaar die gaat namelijk van hoe word je beter in Call of Duty Black Ops 3. Want dat is natuurlijk een nieuwe Call of Duty en mensen vragen zich vast af van hoe word je goed in Call of Duty Black Ops 3. Want ik ga niet zo lekker, wat kan ik veranderen, wat kan ik verbeteren. En daar kan ik misschien wel mee helpen, want ik speel eigenlijk alleen maar Call of Duty op de computer. Heel soms wat Minecraft of wat anders, maar dat grootste gedeelte speel ik gewoon Call of Duty. En ik heb de laatste dagen heel veel en ook echt heel veel Black Ops 3 gedaan, dus ik weet er ook aardig veel van. Ik weet natuurlijk nog niet alles, maar ik kan wel wat tips geven om misschien beter te worden in Black Ops 3. En dan is natuurlijk het allerbelangrijkste, voordat je een potje begint, een class maken. Je ziet nu dus ook in beeld van welke class ik gebruik. En dat is de Razorback. Dat is natuurlijk een van de sterkste wapens in de subs. Of een van de subs die het meest kunt vertrouwen in een gunfight. Want er zijn natuurlijk subs die niet altijd hetzelfde doen. Zeg maar, de ene keer schiet ze iemand heel snel af, de andere keer niet. Daarom heb ik de Razorback gekozen. Omdat ik dat gewoon een van mijn favoriete subs vind. En je bent heel snel met de subs, zeg maar. En ik heb daar, met attachments erop, heb ik daar extend merk op gedaan. Omdat je best wel snel door je kogels heen bent, want we hebben natuurlijk nog geen scav bij het begin van de beta op PC, dus dan moet je wat anders. En ik heb extended merk gedaan zodat je ook makkelijker trippels, quad en nog meer kills kunt droppen zonder dat je snel door de kogels heen bent, want volgens mij heb je maar 24 standaard en dat is natuurlijk niet zoveel. Het volgende wat ik erop heb is fast max, want je wil natuurlijk snel laden zodat je weer verder kunt, volgende gunfight aan kunt gaan. Want in Black Ops 3 merkte ik meteen van oké, de wapens laden wel heel langzaam. Ik ga heel vaak dood omdat mijn wapen niet doorgeladen is, dus ik dacht van fast max erop. En natuurlijk een hele belangrijke wat bijna iedereen gebruikt, dat is natuurlijk de long barrel. Ik denk dat iedereen weet wat een long barrel is, dus ga ik het verder niet over hebben. Dingen wat natuurlijk ook heel belangrijk is, dat zijn natuurlijk de perks. De eerste perk die ik aan heb is flat jacket. Dat heb ik puur gedaan omdat de Sparrel erin zit en die heeft explosive darts, wat de meesten wel weten, en die zijn een beetje OP. En met flat jacket kun je dat heel goed counteren, want je wordt niet zo vaak geneed, maar ja, flat jacket dus. En de volgende is fast hands. Dat gebruiken niet heel veel mensen, maar ik denk omdat mensen niet echt helemaal precies weten wat fast hands precies inhoudt. Ik gebruik fast hands, want als je rent en je stopt, heb je het wapen sneller omhoog, dus dan kun je sneller schieten. Daarom gebruik ik fast hands. En natuurlijk een die iedereen eigenlijk moet gebruiken is blast suppressor, zodat wanneer jij je boost gebruikt dat je niet op de minimap komt te staan en dat iedereen je kan zien. Dat is natuurlijk niet zo handig. En ik heb tijdsmerk aanstaan, want iedereen gebruikt stunts, omdat als je met Black Ops 3 begint krijg je een standaard class met gewoon 2 stunts, dus iedereen begint er ook gewoon mee te schieten. Of mee te gooien bedoel ik. En dat is natuurlijk fucking irritant. Daarom heb ik ook tagmash. Want de stunts zijn eigenlijk ook wel OP in Black Ops 3. En nu heb je daar geen eens last van. Je weet eigenlijk niet eens meer wanneer je gestunt wordt. Omdat tagmash zo OP is in Black Ops 3. Dat je er nooit meer last van hebt. Dus waarom niet gebruiken. En dan ga ik er nu over iets hebben wat alleen voor PC is. Want console heeft dat niet. En dat is 90 FOV. Ik zie heel vaak gewoon PC games die geen 90 FOV gebruiken. Omdat het... En 90 FOV vergroot zeg maar het beeld. Je ziet links en rechts meer. En in het midden komt het zeg maar verder van je af. Dat is natuurlijk dan schiet je moeilijker. Omdat het alles verder af kleiner is. Maar als je het door hebt kun je er zoveel voordeel uithalen. Omdat je als je in de kamer in gaat. Dat je links en rechts meer ziet. Dus dan hoef je minder naar links en rechts te kijken. Om te kijken van zit daar ook een camper of zo. En dat scheelt zoveel. En dat lijkt natuurlijk sneller. Dus dan ga je ook sneller spelen. Tenminste dat heb ik. Ik speel veel sneller met 90 FOV. Ik kan niet eens met 65 spelen, want ja, daar ga ik helemaal de verkeerde kant op. Dus daarom heb ik 90 FOV. Probeer het uit. Het is zeker wennen, want het is natuurlijk helemaal anders als je alleen maar 65 speelt, maar ik zou zeggen, probeer het eens. En dan gaan we nu naar de volgende. En dat zeggen niet veel mensen van, hoe word je nou beter in Black Ops 3? En dat is de game mode die je speelt, want iedereen speelt TDM. En TDM duurt meestal 3 tot 4 minuten en dan is het potje alweer voorbij. Ligt er natuurlijk aan wat voor map het is, maar de meeste potjes duurt maar 3 minuten. En dan stop je alweer en dan moet je weer wachten op het volgende potje. En in die tijd dan verlies je zeg maar weer wat je daarvoor hebt gedaan. Hey, je zit niet meer helemaal in de game, je zit andere dingen te doen. Speelt daarom een game mode wat lang duurt. Bijvoorbeeld Domination, dan speel je meestal 10 tot 15 minuten en dan kun je gewoon constant door. Zo word je ook veel sneller beter in de game, omdat je langer speelt natuurlijk. En het volgende, dat is natuurlijk de mapkennis. Na een tijdje weet je natuurlijk elk plekje in de map, maar niemand weet eigenlijk hoe belangrijk dat is. Ken gewoon elke vieze headglitch, want je weet, jij gaat het gebruiken. Je kunt wel zeggen dat je het niet gaat doen, maar dat ga je doen. Maar andere mensen gaan het ook al gebruiken. Dus als je gewoon om een hoekje komt en jij weet dat daar een headglitch is, dan kun je er gewoon op inzoomen. En dan heb jij gewoon de eerste, ja, ten eerste heb je het voordeel dat je op die persoon aimt. En dan hoef je alleen maar te schieten en gewoon 99% van de tijd win je gewoon de gunfight. Omdat je alleen zijn hoofd ziet, dus dan heb je ook nog meer damage. Dus dat scheelt altijd. Dus altijd gewoon de map kennen. Ken de headglitches, alle vieze plekjes waar mensen gaan zitten. En nu ook, wat eigenlijk ook niet veel mensen zeggen, dat is blijf altijd aan de rand van de map. Je ziet in deze gameplay dat ik wel eens in het midden kom. Maar gewoon 90% van de tijd zit ik aan de rand van de map. Want eigenlijk in de meeste lobby's gaat gewoon iedereen naar het midden toe. Gewoon clusterfuck, gewoon zoals Nuketown. Iedereen gewoon schieten, meer willen ze niet. Dus blijf gewoon in de rand van de map en ga gewoon mensen in de back schieten, in de side. Natuurlijk ga je gunfights van voren krijgen, maar ja, dat is natuurlijk logisch. Maar blijf zoveel mogelijk aan de rand van de map. Ga alleen in het midden als je zeker weet dat het safe is met bijvoorbeeld een hater, een UAV of zo. En dan nu het volgende. En dat is niet gaan racen. Ik heb het zelf ook zo vaak gehad vroeger van dat ik dood ga dat ik ga racen. En als je gaat racen, speel je slechter in de game. Kijk maar naar jezelf. Als jij begint te racen, ga jij meteen slechter. Dat komt omdat jij op alles gaat zitten te janken waar je normaal niet op jankt. Dus als je doodgaat, probeer gewoon kalm te blijven en ga gewoon verder spelen, want het komt vanzelf. Misschien duurt het een paar minuten, maar dan speel je in één keer weer fucking goed en dan denk je van yes. Maar als je blijft racen en racen, gaat het nooit goed komen. Meestal pas de volgende dag, omdat je dan weer helemaal bij bent gekomen van Call of Duty Black Ops 3. Maar dat wil je natuurlijk niet, want je wil natuurlijk gewoon blijven spelen en beter worden. Dus gewoon niet gaan racen. Natuurlijk, soms is het moeilijk. Iedereen race wel een keer, maar ja, hoe minder je race, hoe beter. En dan nu een tip. Wat ook heel belangrijk is, en dat is eerst schieten dan pas aimen. En dat houdt niet in dat je gewoon niet eens hoeft te aimen als je om een hoekje gaat, maar als je een gunfight van close range bijvoorbeeld tegenkomt, schiet dan eerst en aim dan. Dat vergeten heel veel mensen. De meeste mensen aimen eerst in en beginnen dan pas te schieten. En dan denk je van, maar Menno, waarom zou ik eerst schieten en dan aimen? Dan gaat mijn hele aimtocht de fucked op. Maar in Call of Duty is de spread als je hipfire gewoon fucking goed. Dus als je eerst schiet en je hebt natuurlijk dan de kans dat je mist, maar je hebt ook de kans dat je raakt. En als je dan aimt en alles raakt, win je gewoon die gunfight. Omdat jij hem eerst raakt. En dat is natuurlijk fucking fijn. En dan, wat in Black Ops 3 nieuw is, in AW staat het al, maar dat was een beetje heel overdreven. Maar hier zit zweven en jumpen in. Ik noem het zweven en niet zoals boost in AW, omdat je meer zweeft dan boost omhoog. Maar gebruik dat in je gunfight. Je ziet mij bijna in elke gunfight gewoon wel springen, omdat de flinch heel hoog is. En als je gewoon op de grond blijft staan en die persoon raakt jou, dan krijgt hij een lucky headshot op jou. Iedereen klaagt er ook over dat Flint sterk is. Maar in plaats van er zelf iets aan te doen, gaan ze alleen maar klagen op Reddit en zo. Maar ga gewoon springen in een gunfight. In MW3 dropshotje, in MW2 dropshotje, in Black Ops 2 jumpje ook. Maar hier kun je gewoon omhoog zweven, like 3 meter in de lucht. Hier kun je ook gewoon springen, zoals je nu op beeld ziet. Ik sprong daar gewoon en die fan had geen sign van kans. Die raakte maar niet eens, dus gebruik dat gewoon. En dan nu, wat ook heel belangrijk is, dat is natuurlijk de minimap. Heel veel mensen weten dit wel. En natuurlijk de minimap, er is een reden dat het in de game zit, maar gebruik het ook. Gebruik daarom ook scorestreaks die jou mee kunnen helpen, bijvoorbeeld een UAV. En gebruik ook een counter, want de tegenstander gebruikt ook een minimap. Want als jij gecounterd wordt, heb jij meteen zo van, Waar de fuck ben ik op de map? Ik snap niet meer eens waar ik ben. Dus gebruik ook gewoon counter-app. Dan weet je natuurlijk waar iedereen is. Dus dan is het eigenlijk niet moeilijk. Dan kun je net zo goed de hele tijd op de minimap kijken. Die meer is voor je. Omdat je toch wel weet waar de tegenstanders zijn. En gebruik dat. Dat is gewoon zo nice, die minimap. Het zit erin. Gebruik het. En dan kun je natuurlijk... er zijn ook dingen wat heel veel mensen vergeten zijn van... Ga niet elke gunfight aan. Want iedereen denkt van... Oh, daar zit een persoon. Ik moet hem ook killen. Maar dat... hoeft natuurlijk niet. Je kunt niet elke gunfight winnen. Want als iemand gewoon op een plek staat. Waar hij gewoon meer voordeel heeft. Dan waar jij bent. Ga die gunfight dan niet aan. Ren gewoon weg. Ga naar een andere plek toe. En ga daar gewoon verder. Want die persoon blijft er toch niet de hele tijd zitten. Natuurlijk zijn er campers die dat wel doen. Maar hey, die heb je altijd. Maar blijf gewoon. Ga niet elke gunfight aan. Want je kunt niet alles winnen. Je ziet mij ook wel zo'n paar keer gewoon, dan word ik geraakt. Dan ren ik ook niet terug om die gunfight aan te gaan. Volgens mij gebeurt het hier. Die man daarboven die raakt mij. Ik ga gewoon in dekking zitten. Ik wacht even tot ik mijn levens terugkrijg. En ren gewoon weg. Dat is het. En dan is er ook nog een tip van pak altijd een tweede wapen op vanaf het begin. Dus toevallig ziet u dit ook weer op beeld. Dat is nu allemaal heel toevallig. Maar ik pak gewoon een tweede wapen op. Zodat ik gewoon extra kogels heb. Dat komt ook gewoon puur omdat ik doe het eigenlijk normaal nooit. Maar je hebt geen scaf bij het begin van de beta. Omdat de level cap te laag is. Volgens mij is die nog tot 34. Of 28 zelfs. Nee, 34. En dan heb je natuurlijk geen scaf. En dan moet je wel wat anders. En je ziet het nu weer. Ik pak gewoon een ander wapen op. En daarom ook gebruik gewoon ook elk wapen in de game. Blijf niet alleen bij de Razorback omdat het een goed wapen is. Maar ook andere wapens gebruiken. Zodat je weet van oké, zo werkt dit wapen. Dit kan ik gebruiken. En nou ja, je ziet nu toevallig ook in de chat van dat mensen nu mij hacker gaan noemen. Zelfs met scheldwoorden en al. En dat is dus dat moment dat mensen gaan raidsen. En je ziet nu ook vanaf nu gewoon dat die man alleen nog maar doodgaat. Omdat hij gewoon denkt dat ik een hacker ben. En dan denk je zo van... Waarom denk je dat? Ik heb geen aimbot. Ik zie niet door de muren heen. Ik outgun je gewoon. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Dat je niet meteen gaat klagen op Reddit of Facebook of Twitter. Van dat Black Ops 3 slecht is. Ik kan geen gunfights winnen. De flints is te erg. Reject is OP. Ga gewoon de game spelen. Gewoon 15 uren lang. Niet op een dag of zo. Maar gewoon in een week of zo. Of in 3 dagen dan in beta. Hoe lang die ook nog maar is. En leer gewoon de game. Want ik had ook toen het spel net uitkwam. Zo van. Holy shit. Deze game is moeilijk. Die flins is vreselijk. Maar nu ook van. Ik boost gewoon. Ik spring. Ik glij over de grond. Ik dropshot. En het is gewoon een geweldige game. Dus. Ja, dit was mijn commentaar. Ik hoop dat jullie wat beter misschien in Black Ops 3 worden. Of totaal niet, dat jullie helemaal niks aan deze tips hebben. Maar ja, dat is aan jullie. Probeer het uit, zou ik zeggen. En ik wil dan Chris bedanken van dat ik deze gastrol mocht doen. En nou ja, als je mijn Fries accent leuk vond of totaal niet. Zou ik zeggen, wel kijkers op mijn kanaal. En misschien vind je het wel leuk. En dan zou ik zeggen, nog een fijne dag verder. En misschien wel... op mijn kanaal later.